Als je een mens zou kunnen afpellen als een ui, dus alle schillen zou kunnen afpellen, dan hou je een kern over en die kern, dat is liefde. En die kern van liefde, die staat in contact met de kern van andere mensen en die kern staat in contact met een groter geheel. En als gelovige zeg ik, dat is God. En misschien als je niet gelooft, zeg je, ja, dat is mijn diepste zelf, ons diepste zelf. En de opdracht in het leven is om die liefde vorm te geven, ja, bij jezelf en in je omgeving. Naar je geliefden toe, naar je kinderen toe, naar je collega's toe, buurtgenoten, voetbalgenoten, wat dan ook. Maar dat valt niet altijd mee. Want die kern van liefde, ja, die wordt ook omgeven door allerlei ervaringen die je bijvoorbeeld vroeger hebt meegemaakt. Ik zal even twee ervaringen van mij noemen die bepalend zijn geweest voor mij. Toen ik een jaar of 7 was, toen heb ik gezien hoe mijn moeder op een tafel een badje neerzette en zo'n mooi aankleedkussen. En ze pakte mijn zusje, die toen 1 maand of 3 oud was. Ze kleedde mijn zusje uit en deed haar in bad. En de voorjaarszon scheen op de tafel. En ik zat op de grond met mijn Lego te spelen. Vrachtwagentjes maken was toen mijn passie. Nu nog wel een beetje eigenlijk hoor. Maar goed. Maar ik zag het beeld van mijn moeder die eigenlijk wel 1/2 uur bezig was met mijn zusje. Gewoon in bad doen, aankleden. En vooral het afdrogen. Dat was een prachtig ritueel. Mijn moeder begroef haar gezicht in een mollige buik van mijn zusje. En ze was voortdurend met haar bezig. En ik werd er heel gelukkig van toen ik dat zag. Ik denk, dat heeft mijn moeder ook bij mij gedaan. En dat vond ik een prettige gedachte. Andere ervaring is, en nou ja, dat is een van de schillen die zeg maar om die kern van de liefde heen zit. Andere ervaring is, mijn vader probeerde met zijn broers een transportbedrijf op te richten begin jaren 60. Dat ging op een gegeven moment fout. En als je met familie, met broers een bedrijf opricht en het gaat fout, ja, dat beïnvloedt ook de familieverhoudingen, een hoop toestanden, er kwamen schulden, deurwaarders. Ik zag mijn moeder regelmatig huilen. En mijn ouders, die spraken er onderling veel over. En ik voelde dat er een spanning was. Ik was toen 5, 6, 7. Ik voelde dat er een spanning was, maar ik werd er wel buiten gehouden. Ook dat heeft mij beïnvloed. En ik werd er een beetje somber van. Dus die ervaring van mijn moeder die mijn zusje in bad deed, dat geeft mij energie. Maar die ervaring dat ik overal buiten gehouden werd, terwijl ik wel spanning voelde, ja, dat maakte mij een beetje somber en neerslachtig. En die twee ervaringen, die zitten als het ware om die kern van liefde heen. En ik denk dat het de opdracht in het leven is om al die schillen, al die ervaringen die om die kern van liefde heen zitten, dat je die leert ontdekken. Verwoorden en dat je daar op een goede manier mee om leert gaan. Want het doel van het leven is dat je lichtvoetig, creatief en vitaal in het leven staat. En dat je de ervaringen die hierbij kunnen helpen, dat je die groter maakt. En dat je die sombere, negatieve ervaringen leert ontdekken. En dat je die een beetje kunt neutraliseren. Toen dacht ik na over het fenomeen singer-songwriter. Dat is tegenwoordig een belangrijke stroming geworden in de popmuziek. Het was er altijd al met blueszangers, soulzangers, gospelzangers, folkzangers. Maar de singer-songwriter is de laatste tijd veel in het nieuws, in de aandacht. Denk ook maar aan het programma van Giel Beelen en Eero Kortom, de beste singer-songwriter van Nederland. Maar dat zijn mensen, vaak jonge mensen, die zingen over wat hen bezighoudt. En eigenlijk gaat het daar een beetje om hetzelfde, denk ik. Proberen op het spoor te komen van wat maakt jou creatief en vitaal. En ook proberen op het spoor te komen wat jou wat somber en neerslachtig maakt. En daar zingen zij liedjes over. Die hele ontdekkingstocht van hoe je in elkaar zit, wat er allemaal in je zit, daar heb je andere mensen bij nodig. Ik heb daar paters jezuïeten bij nodig gehad en nog steeds en andere therapeuten. Maaike, voor zover ik uit een liedje begrijp, heeft er ook iemand bij nodig gehad om helderheid te krijgen. En daar ga je nu een lied over zingen, volgens mij, Maaike. En jij heet het lied, And You.
Maaike gaat zingen, Birdsong, dat is een lied over een meisje die het moeilijk heeft in haar jonge jaren. En dat meisje creëert zichzelf als het ware een soort hemel in haar hoofd. Om toch maar een beetje aan die druk en die vervelende ervaringen te ontkomen. En op die manier probeert het meisje thuis te raken bij zichzelf. Birdsong. Tom heeft een enorm netwerk aan muzikanten om zich heen. Of hij is onderdeel van een netwerk. En daar heb ik gelukkig een beetje misbruik van kunnen maken, gebruik van kunnen maken. En daarom is Mike hier onder andere. En de vraag was van, nou, aan Mike, wil je je eigen muziek zingen? Dat vinden wij belangrijk. Dus je eigen inbreng, je eigen muziek. En de vraag was of ze misschien ook een lied met ons willen meezingen. Nou, dat wilde Mike gelukkig wel. En ze gaat meezingen A Negro Spiritual. Nou, dat gaan we nu eens proberen. Dat is in het liedboek, lied 915. En dat is iemand, ja, die ook vervelende ervaring heeft meegemaakt. Die uit dat, maar die langzamerhand ook onderscheid maakt tussen een heldere bron en een troebele bron. Nou, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat. Probeer het maar eens. Ja. Thank you.
Nou, Maaike, dit raakt bij mij wel. Maaike, dankjewel. Jezus en de Samaritaanse vrouw gaan bij een bron in gesprek over wat het leven de moeite waard maakt. Wat kan in het leven fungeren als een heldere bron waar je zelf een beter mens van wordt en waar anderen beter van worden? En hoe zorg je ervoor dat jij en ik ons thuis kunnen voelen op deze wereld, op deze plek? Hoe bouw je aan een thuis voor jezelf en een thuis voor anderen? Thuis is waar het hart is, dat is wat ze zeggen. En thuis is waar een deel van mij altijd zal blijven. Thuis is waar je lacht en thuis is waar je om geeft. Dus als ik het goed begrijp, zingt Maaike zo dadelijk, dan kan ik overal thuis zijn. Kwetsbaar is als ik me klein voel, zelfs nog met mijn kleren aan. Mensen kijken en fluisteren en dan wil ik dat ik alleen ben. Ik voel me kwetsbaar, maar toch ook voel ik me sterk en ben niet bang om al mijn gedachten en gevoelens te laten zien. Ik weet gewoon dat ik groei naar mijn thuis, kwetsbaar en gevleugeld.
Ja. Kijk, muziek raakt veel dieper dan woorden. Dus ik kan als dominee, als predikant, ik kan praten wat ik wil. Maar als jij, Maaike en Tom, als jullie samen gewoon Nobody Knows the Trouble I've Seen bijvoorbeeld. Of jij zong even op een gegeven moment een van jouw liedjes zonder begeleiding. Ja. Yeah. Dus alleen zo'n stem waar gewoon enorm veel emotie achter zit. Als je dat hoort en ziet, ja, dat kun je met woorden, kun je dat nooit voor elkaar krijgen. Dus muziek. Ja, maar toch, want je had dan liedjes mooi ingeleid. En dan dacht ik, weet je, ik heb die liedjes al vaker gezongen. En ik kon ze juist door wat jij zei, weer heb de tekst veel bewuster gezongen. Ja, precies. Dus ik kan een beetje voorwaarden, ik kan proberen dat de sfeer goed is, maar uiteindelijk jouw stem met alles, met alle belevingen en herinneringen die erin zitten, die moet het doen, hè? Ja. Ja. En dan komen die liedjes goed tot hun recht. Ja. Ja. Ik vond het heel bijzonder. Het zijn mooie liedjes, het past ook geweldig mooi in het thema. En thuis en jij en ik waren gewoon eigenlijk de eerste woorden van elk van de teksten, hè? You en Home. Nou ja, ik ook op een bepaalde manier, maar dan was het juist jij in het ene lied. Ja. Een birdsong. Wat ik ook mooi vond was de manier waarop jij Nobody Knows neerzet. Ja. Maar dat heeft de mensen ook heel veel gedaan hier in de kerk, hoor je net. Ja? Ja. Ja. Dat heeft mensen enorm geraakt. Ja. 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 Oh, dat is mooi. Ja. Ja. Hoor ik. Ja. Ik kon de ogen ook niet droog houden, er waren veel meer. Dus het raakt zo. Ja. Dus kijk, in de Bijbel, of we hebben natuurlijk de liederen uit het liedboek, en er zitten mooie teksten bij. Maar als je bijvoorbeeld zo'n Negro Spiritual, of als jij zo'n heel persoonlijk lied zingt, en dan heb je in de popmuziek, in de hele traditie van de popmuziek, heb je ook veel meer van mensen die hele persoonlijke liederen zingen. Yeah. Ik vind bijvoorbeeld van Anouk. Hoe heet het ook? Nobody's Wife. Yes. He, dat heeft ze ooit gezongen. Dat is eigenlijk binnen een paar minuten had ze dat, de melodie en had ze de tekst ook. Dat is zo komen binnenvallen. Mm. Het lag er al te wachten eigenlijk. Yeah. En ze was 16 of 17 toen ze dat op een gegeven moment op papier zette, toen het boven kwam. En als je dat nu nog, ik heb van de week nog even een live optreden waar ze het lied zingt, prachtig is dat. Het geldt ook voor de Red Hot Chili Peppers, op een gegeven moment heb je Under the Bridge. Ja, ja, dat is prachtig. En dat is ook zo binnenkomen vallen bij Anthony Kiedis, eigenlijk binnen een paar seconden. En dat soort songs, ja, die horen, die zijn universeel, dat raakt iedereen en die horen zeker ook in de kerk thuis. Ja, dat is niet met alle nummers, zo. Homemaker the Wind heb ik ook zo geschreven, hoor. Ja. Ja. En want ik had al een titel voor het album. Maar dan geen titelsong. Nee, precies. Ik had helemaal klaar voor de titelsong. En de kamer is toen zo. En toen ben ik gewoon aan tafel gaan zitten en ik had zoiets van, nou, laat komen. En ik heb gewoon opgeschreven en ik denk dat ook de muziek in 2 uur was alles klaar. Ja, kun je nagaan. Ja. Maar dat geldt niet voor elke song. Nee, sommige het is altijd echt worstelen. Het is gewoon schaven, schuren en dan s'nachts op een gegeven moment even wakker worden. Ja, zo moet het. Ja, ben ik ook ja. Maar dan zul je ook wel hebben met dingen die... Dat geldt hier ook. Yeah. Ik kan niet iets van op één morgen, bijvoorbeeld als je een bijbeltekst hebt en dan een gebeden erbij en een overdenking erbij, dan ben je de hele week mee bezig. Yes. En dan als je dan hier in zo'n kerk komt met mensen erbij en met muziek, dan verander ik nog wel eens wat. Want dan komt er toch weer een andere sfeer, zeg maar. Ja. Ja. Van jazz, hè? Improviseren doe je dan. Yes. Yeah. We ain't no jazz band, because we ain't got no music stands. Little Miss Strange, en dat doet me weer aan denken. Ja, Little Miss Strange, dat is een nummer van Hendrix ook. Maar zo heet de band waar Mike hier veel mee gespeeld in de camper. Yeah. Echt veel mee gespeeld. Yeah. En ik zat aan het denken, we hadden vanmorgen een gesprekje over kleur, hè? Kleur bekennen, hè? En nou, jij kent kleur, hè? Dat is eigenlijk wat je de hele tijd doet hier. Je laat jezelf zien, hè. We moeten ervan kunnen genieten en we moeten kunnen waarnemen mensen die je eigen kleur laten zien. Ja, over het artikel in het einde van de dag, kleur bekennen, je laat zien waar je voor staat. Zo essentieel. En dan denk ik, als mensen dat zien,
Zo iemand die echt even heel dicht bij zichzelf is en daar een expressie geeft, uitdrukking geeft, dat is verschrikkelijk waardevol. En dat vind ik fijn om hier te doen met mensen die snappen hoe dat werkt. Ja. Of voelen hoe dat werkt. Ja, als je bij popmuziek en dat we, nou ja, de komende maanden, we zijn begonnen met jou, hiermee bezig zijn is, kijk, bij godsdienst, bij God wordt altijd gedacht aan een mannetje hoog in de hemel. En waar het om godsdienst, waar het in godsdienst eigenlijk om gaat, is dat je jezelf serieus neemt. En godsdienst wordt nogal eens gebruikt om jezelf weg te cijferen en jezelf te verbinden aan een soort hoger ideaal. Maar het gaat erom jezelf serieus nemen. En dat geldt voor muziek. Ja, dat vind ik al te. Want ik denk dat juist de groei, zeg maar, in een mens juist zit in het met heel veel humor naar jezelf kunnen kijken. Oh, doe ik dat? Nee, en dan, maar dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. Ja, dat hoort er ook bij. Nee, maar de humor kan in jezelf ook zitten, die hoort er ook bij. Ja, maar je moet groeien, het gaat ook groeien. Precies. Het gaat ook groeien, dus dat is heel belangrijk. Ja, dat is de essentie. Ja, creativiteit, groei en lichtvoetigheid. Ja, ja. Ja. Ja, en vitaliteit. Ja, ja. Ja. En Jimi Hendrix. En Jimi Hendrix.